Het Dickie Woodstock Festival. Het is vanavond begonnen, maar vrijwilligers zijn al de hele week in de weer, want er moest veel gebeuren. Heel veel. Vier tenten bouwen, hekken plaatsen rondom het terrein, rijplaten leggen, barren bouwen, ja, nu moet het maar op. Ja, alles wat bij een festival komt kijken, moeten wij opbouwen. Vorig jaar was het echt een ramp. Toen was het hele terrein was gewoon één modderpoel. En toen liepen wij op donderdag echt gigantisch achter met onze planning, met de opbouw. En we zaten dinsdagavond lagen wij ver voor. En nu ook, gistermiddag zijn we om 4 uur konden we stoppen. Was het biertijd voor de vrijwilligers. In totaal helpen 80 vrijwilligers met het opbouwen. Maandag begonnen ze om het terrein festival klaar te maken. Ja, wij zorgen ervoor dat met de shovel alle attributen op de plek komt en dat de jongens verder kunnen. Het is heel druk. We lopen mooi voor op schema. We hebben veel gedaan. En we zijn bijna klaar om het feest los te laten gaan. Wat kunnen bezoekers verwachten van het weekend? Ja, wat kunnen ze verwachten? Ik hoop in ieder geval heel mooi weer. Het terrein is goed. Er ligt eindelijk geen modder. Dus dat gaat op zich de goede kant op. En ik denk dat we gewoon een fantastisch mooi feest krijgen hier met echt vele duizenden bezoekers. Ik heb er echt enorm veel zin in. Ja. De laatste puntjes op die en dan trekken we er straks eentje los.